Yo mensen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag spelen we met de Blackjack Specialist, dames en heren. Zeker weten, we spelen met de Blackjack Specialist en dan spelen we met de Gambler variant. Dus we krijgen... Oh shit, wacht. We krijgen abilities door... Ja, kills maken. Dus zoals je ziet, het balkje zit al bijna vol. En dan krijgen we onze eerste ability. Die kunnen we één keer redrawen. Dus die kunnen we één keer wisselen. Als wij dat willen. En dan kunnen wij een andere krijgen. Hier, de eerste die we hebben is Glitch. Maar die wil ik denk ik redrawen. Dus, ja, helaas. Misschien had ik hem daar gewoon moeten gebruiken. Maar ik redraw hem nu. Nu. En we hebben... Hoe heet het nou? Heatwave. Dus nu kunnen we mensen stunnen. Dus ik ga daar hopelijk in een groep terechtkomen die ik allemaal kan stunnen. En dat is altijd super handig als je in een groep terechtkomt. Dan kun je ze makkelijk allemaal killen. Hey, één voor één kunnen we ze dan killen. Doen we gewoon. Maar de Blackjack Specialist is best wel OP, want je kunt hem namelijk maar 1 uur gebruiken. Dat is natuurlijk wel waardoor hij wat minder OP is. Oh, ik had hier mijn heatwave moeten gebruiken. Maar je krijgt super snel, dan ook echt super snel. Ik ga hier mijn heatwave gebruiken. Hoppakee. Stun ik gewoon allemaal. En hier nog eentje. Hoppakee. Triple kill met de heatwave. Dankzij de Blackjack Specialist, dames en heren. Oh, het zijn er weer 2. Oh, en iemand links van me. Maar ja, we hebben alweer bijna onze nieuwe ability. Dus dit gaat echt zo snel. Daarom kun je hem ook maar een uurtje gebruiken. Maar je krijgt zoveel abilities waar je normaal echt lang over kan doen. Die krijg je gewoon zo ontiegelijk snel. En boven zit iemand. Of niet? Wow, oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar we hebben kinetic armor. Die kunnen we daar ook op een bepaald moment even goed gaan inzetten. Niet heel erg verspillen. Ja, je kan het bijna niet verspillen, omdat je gewoon zoveel nieuwe krijgt. Dus als je... Fuck. Ik ben geheatwaved door hem. Hij is wel dood. Nice. Oké, doen we gewoon. Oh, man. Hij zit daarboven. Die laat ik lekker daar zitten. Counter UAV, dat is een beetje balen. Maar we moeten ermee leven. Doen we zo. Kom op team, ik heb vertrouwen in jullie. Dan moeten jullie het wel waarmaken. Oh nee, fucking snipers daarboven in het huisje. Daar krijg ik echt spontaan ziektes van. Kijk nou wat er allemaal gebeurt, team. Ik zie alleen maar doden vallen van ons team in de killfeed. Oh. Oké, we hebben wel nog. Ik denk dat ik moet overswitchen naar de Manowar. Omdat mijn team niet zoveel doet. En dan kunnen we niet uit spam pushen. En dat is gewoon erg kut. Maar ik ga nu gewoon door. Pak die tag. Nu heb ik kinetic armor aan. En nu zie ik niemand meer. Oh, en achter ons. Are you kidding me? Oké, daar zit er één. Oké, dat is er weer één. Op de trap gaat hij of zo. Pak de tag maar op, team. Doen we zo. Ik zag één. Oh my god, hij zit met marshals in het huisje te campen. Wat een noob ben je dan. Shit. Oké, we staan wel nog voor. Dat verbaast me heel erg, want ik zie echt alleen maar mijn team doodgaan. De enemies zijn misschien niet zo objective, die pakken geen tagjes op. Maar ja, die zijn niet zo. Mijn teammates. Ik weet niet wat Black Ops 3 heeft met teammates, maar ze geven mij altijd de slechtste teammates die er bestaan. Oh my god. Kom op. Kom dan. Pussies! Kill jullie. Oké. Gaan door. Oh nee. Psychosis. Gaan we die gebruiken? Doen we gewoon. Hebben we hem. En dan pakken we hem ook nog. Oh! En dan gebruik ze heatwave. Maar ik heb hem nog. Holy shit man. Dat was echt even een zieke play. Achter ons. Achter ons, teammates. De span zich geflipt. Of toch niet? Ik span wel hier. Span ik in de rug van de enemies. What the fuck, jongens? Pure nuke dan, chaos.
Oh my god, ik dacht dat hij al dood was. Oké, lekker. Eentje achter me. Doen we gewoon zo. En dan is dat ook klaar. Oh, nee, nee, nee. Oh, hij is zo weak op de blue card. Nee. Oh, dan heeft hij me toch nog. We staan nog 10 puntjes voor. Of ja, nu 8. Oh, ik ga gewoon... Dit potje moeten we gewoon winnen. Nee! Oh, man, dit is zo spannend. Oké, we hebben bijna weer een nieuwe specialist. Vision Pulse, nou die vind ik niet zo fantastisch. Dus die gaan we even uitzetten. Oké, ik denk dat hij in de bus zit. Daarachter. Oké, nog één. Greedworm even. En dit. Snel rennen. Niet optimaal, maar beter dan fucking dat andere. Vision Pulse. Oké, ik ga rennen. Doen we gewoon. Gewoon heel hard rennen. Kill hem, teammate. Oh my god, what the fuck. Die teammate, die weet niet wat er allemaal gebeurt. Oké, nu weet ik ook niet wat er gebeurt. Hij weet ook niet wat er gebeurt. Niemand weet wat er gebeurt. What the fuck spande hij nou daar? Huh. Kan toch niet? Oh my god, maat. Kom op, team. Ik vertrouw jullie. En dan doen jullie met dit aan. Oké, hij gaat naar het huisje. Moet hij vooral doen. Nee. Oh, kom op. Hij is one shot. Ik sloeg hem. Hoppa. Dat bedoel ik. Oh nee. Blackjack gast. Kom dan. Oh my god. Oh, smart moves, man. Hij ging gewoon door het raam naar boven en toen killde hij me door het huis. Oké, dat zijn er twee. Teammates, pak die tags op. Jullie kunnen het. Normaal jatten mensen al mijn tags en nu pakken ze hem niet op. Ga je menen? Jazeker, gaan we er menen. Oké, kinetic armor aan. Doorlopen. Moordmachine Maxime inbound. Oh shit. Blue car zit hier. Blue car. Blue car, blue car. Focus op blue car. En dan moet je natuurlijk weer onze vriendelijke vriend met de Marshall 16 zitten. Omdat hij geen leven heeft. Oh nee, dit gaat fout. Oh nee jongens. Er zitten allemaal mensen, maar mijn team die ziet ze gewoon niet. Oké. In de bus ook mensen. Oké, dat is één. Nee. Oké. Oh nee. Oh mijn god. Dit is zo'n spannend potje. We staan 4 punten achter nu. Ik denk niet dat we dit gaan winnen. Maar ik ga gewoon zo erg mijn best doen. Oh nee jongens. Dat ga je toch niet meenemen. We gaan niet winnen. Oké, twee tags liggen hier. Nee, het is klaar. Het is klaar. We staan 10 punten achter. Niemand pakt meer wat op. Niemand kilt meer. Oké, daar liggen twee tags. Zo, oh my god, word ik gesniped ook nog door die fucking Mongool die de hele tijd boven in het huis zit. Oké, twee tags en dit. Nee, het is klaar. We hebben fucking verloren. 2-33. Hoe kan je dan level 53 zijn? Ik snap het soms echt niet hoor. Ik snap het soms echt niet. Teammates, why do you let me down like this? En dan moet in tegenstander team natuurlijk iemand 51 om 27 aan 39 kills, 41 kills, ja, dat bedoel ik. Oh, ik ben genaaid door mijn eigen team, jongens. Maar ja, jongens, dit was de gambler specialist. Het is natuurlijk gokken. Ja, en ik heb verkeerd gegokt of zo. Ik weet het ook niet, jongens. Maar vond je nou een leuke video? Abonneer naar mijn kanaal. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later.